Ja, de weg die eerste sloot inderdaad. Het is een komen en gaan daar. De wereld als de eerste boot op weer uit die sloot gaan daar voor de tweede keer die grote brede sloot in. De boot wordt daar gezet, de dame die gaat erin. En inderdaad, er wordt pijlsnel een start gemaakt. Ja, toch zien we de afgelopen jaren vaak dat de grote kanonnen toch in de tweede maand zitten. Dus we gaan er stiekem toch een klein beetje vanuit dat die tijd die zojuist op de klok is gezet, dat we die zometeen verbeterd gaan zien worden. Het is nog even de vraag. We zien daar inmiddels 1, 2, 3 boten langzaam maar zeker richting de kant komen. Welke rugnummers daarbij horen, dat kunnen we nu nog even niet zien. Er is één dame loopt helemaal voorop. Dan zien we daar Piet op der Burg. Daar liep Simone van den Burg helemaal voorop. En daar zien we inmiddels ook andere mensen van de team 3. Maar ook team nummer 14 zien we daar langskomen. En dan gaan we eens even kijken bij team nummer 14 welke naam daarbij hoort. En dan zien we daarbij staan, dat zijn de Prutstappertjes. Met Bodine Stam, Ins Ranzijn, Ties Ranzijn, Jesse Ordeman en Jeroen Zwart afkomstig. Hey, prut aan mijn schoen. En dan kijken we even wie daarin zit. Nou, we zien bijvoorbeeld de naam staan van Elise Kuiper, afkomstig uit Auxerre. Hans Pachter uit Waarland, Koen de Waard uit Kijk maar even zeg, we zien inmiddels 19 minuten 36 seconden op de klok. Ja, dat moet toch wel gaan doen. Zo, de boot is slecht aan het worden. Niet anders. Waar bedrijf Piet van den Burg, Simone, Joop, Erik, Bart en Benno. Wat deelnemers bij deze tweede mans alweer over start en finish. Voor hen zit het erop. Bijna 27 minuten, wat heet inmiddels 27 minuten op de klok. En dan gaan wij volgens mij vooral wachten op... Het is groep 7, de Kreukenduikers. Ja, zij hebben er nog...